deel van de sneeuwvloot van Schiphol is vernieuwd. Vandaag kwam de leverancier speciaal naar de luchthaven om het nieuwe materiaal van Zwitserse makelij over te dragen. Schiphol die heeft 8 hele mooie ploegen in huis gehaald en 2 prachtige sneeuwvrezen. De spullen komen uit Zwitserland. We hebben het exclusieve importeurschap van de firma Zaug. En dat zijn sneeuwploegen die optimaal geschikt zijn voor sneeuwruimen en ook zeker voor luchthavens. En dat is ideaal ook voor Schiphol. Men heeft op heel veel plaatsen met lampen in de start- en landingsbaan zitten. Wat er wel eens problemen geeft met verschillende andere sneeuwploegen. En met deze ploegen kunnen we daar rustig overheen. Nou, het oude materiaal waren borstels. Dit zijn 8 sneeuwploegen. En met die sneeuwploegen kunnen we de platformen op een zeer efficiënte wijze schoonmaken. Om alvast te oefenen werden de nieuwe voertuigen meteen ingezet bij het afvoeren van de sneeuw die de afgelopen maanden is gevallen op Schiphol. Hey, dit is echt een aanwinst voor de sneeuwvloot? Ja, dat denk ik wel. Ja, normaal laden we op met kraantjes. En ja, dat is veel meer werk. Ik denk dat je nou veel sneller een vrachtwagen vol hebt. En ja, dat is een stuk sneller. Hij is compacter, hè? Die andere was vrij groot. En deze keer alle hoekjes en gaatjes kun je wel de sneeuw wegruimen. Die sneeuwvrees. Dat is echt het nieuwste type motor. Heel schoon, zuinig in verbruik van brandstof en nagenoeg geen uitstoot. De totale sneeuwvloot van Schiphol bestaat nu uit 86 voertuigen. Hiermee zal de luchthaven indien nodig zo snel mogelijk sneeuwvrij worden gemaakt.